السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فرخ لسبب هت أنذرب العبادة، العبادة بهندلت عبادة عن بيدين دوت دوائزهايت is achter de schepping van de ins en de jin. We hebben de betekenis daarvan behandeld, zowel logaten als istilahen. We hebben de definitie van Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala opgenoemd, en ook de definitie van imam ibn al-Qayyim. De voorwaarden voor een geaccepteerde ibada, shurut al-ibada, een aantal soorten ibadat, soorten aanbiddingen, aanbiddingen die verricht worden met het hart, en aanbiddingen van de tong, aanbiddingen van de ledematen, hebben we opgenoemd. Aanbiddingen die verricht worden met, yani met bezit en rijkdom, zoals sadaqat en zakat. Sommige aanbiddingen worden zowel verricht met het lichaam als met geld, zoals de jihad, zoals de hajj, ibadah maliyah en ook badaniyah tegelijkertijd. Dit hebben we in de vorige les opgenoemd en behandeld. En er bleef er eigenlijk nog een onderwerp over. En die gaan we vandaag inshallah behandelen. Wat ook een onderdeel is van de ibada. En dat zijn de fundamenten van de ibada. We hebben voorwaarden van de ibada opgenoemd. Wie kan de voorwaarden opnoemen voor mij? Voor een geaccepteerd daad. Tot dan. Naam. Naam. Dit zijn de twee voorwaarden voor een geaccepteerde daad. Een zuivere intentie dat zo'n daad verricht wordt voor Allah tabaraka wa ta'ala. En als tweede voorwaarde is dat een daad in overeenstemming moet zijn met de leiding van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dan pas is er sprake van een geaccepteerde daad. En van een vrome daad, al-amal salih. En van een goede daad. Als het aan deze twee voorwaarden voldoet, dan zijn er ook nog eens fundamenten van een daad. Arkaan, zoals wij arkaan hebben van de islam, en arkaan van de wudu en van de salah, zijn er ook arkaan die de geleerden hebben opgenoemd, die betrekking hebben op een goede daad. Arkaan al-ibada. Heb je er eens van gehoord? Arkaan al-ibada. De arkanen en ibadah zijn de fundamenten van een daad of de eisen van een daad. En als iemand een goede daad verricht, moet hij het verrichten en die eisen moeten aanwezig zijn. De eerste daarvan is al-mahabba. Schrijf het op. Arkan al-ibadah. De eerste rukn is al-mahabba. De tweede rukn is al-raja. En als derde al-khawf. المحبة الرجاء ان الخوف. Wat betekent dat? المحبة is liefde en الرجاء is hoop en الخوف is vrees. يعني iemand die Allah Jalla wa Ala aanbidt, dat aanbidding wat hij verricht, of die aanbidding die hij verricht, die moet hij doen met deze drie eisen. Hij doet dat uit liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatan lillahi jalla wa ala. Hij doet dat uit liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. Hij houdt ervan om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden. Hij houdt van datgene waar Allah subhanahu wa ta'ala van houdt. Dit is een voorwaarde of een rukn en een eis voor ieder ibadah. En een mahabba, liefde, dat is de essentie van de islam. Dat is de essentie van de islam. De Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt in hadith: Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Drie zaken, als die voorkomen bij een persoon, dan zal hij daardoor de zoetigheid proeven van al-iman, van het geloof.
Toen noemde de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze drie zaken op en hij zei: En yakun Allah wa rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Als eerste, wat hij opnoemde: En yakun Allah wa rasulahu ahab ilayhi mimma siwahuma. Dat Allah subhanahu wa ta'ala en zijn boodschapper het meest geliefd bij hem zijn. Dan wie dan ook. Dat hij niemand zoveel lief heeft als Allah subhanahu wa ta'ala en zijn boodschapper. وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. Als eerste noemde hij op dat zijn liefde voor Allah en zijn boodschapper sterker moet zijn dan wat voor ander liefde dan ook. Dit al-mahabba is een rukn van ieder ibadah. Ieder ibadah moeten wij doen uit liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. Maar niet alleen uit liefde voor Allah jalla wa ala. Daarnaast doen we dat ook met een raja. Hoop. We hopen op de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. En we hopen op zijn vergeving. En we hopen op zijn acceptatie. En als iemand een zonde begaat en hij toont berouw, dan hoopt hij dat Allah subhanahu wa ta'ala hem vergeeft. En je hoopt op de beloning van Allah jalla wa ala met zo'n daad die je verricht. Je liefde voor Allah jalla wa ala. En tegelijkertijd hoop je ook op zijn beloning. En je hoopt op zijn genade. En je hoopt op zijn vergeving. Je hoopt op datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala voorbereid heeft voor zijn dienaren. Al-raja. En al-khawf. Zo'n aanbidding die je verricht voor Allah jalla wa ala. Met liefde voor Allah tabaraka wa ta'ala. En met hoop op zijn beloning. En op zijn paradijs. Verricht je tegelijkertijd ook met vrees. En hoop en vrees gaan samen. Iemand die hoopt op de beloning van Allah en op zijn genade. Die vreest tegelijkertijd dat hij dit kan mislopen. Iemand die hoopt op de vergeving van Allah subhanahu wa ta'ala. Die vreest tegelijkertijd ook dat hij misschien niet vergeven wordt. Dat zijn berouw niet geaccepteerd wordt. Dus hoop en vrees gaan altijd samen gepaard. Dit zijn de drie fundamenten voor ieder ibadah. Drie fundamenten voor ieder ibadah. Al-mahabba. En deze mahabba, deze liefde voor Allah jalla wa ala, heeft ook kenmerken. En de meest duidelijke kenmerk voor deze mahabba, dat is? Naam, dat is het volgen van de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Zoals Allah in de Koran zegt, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. De meest duidelijke bewijs voor deze liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala is het volgen van de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Daarom Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, hij zegt ook dat Allah subhanahu wa ta'ala het volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam als bewijs heeft gemaakt voor oprechte liefde voor Allah jalla wa ala. Want Allah die zegt, indien jullie werkelijk houden van Allah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ. Yani volg dan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En als iemand de profeet sallallahu alayhi wa sallam volgt, wat zal het resultaat zijn? Yuhbibkumullah. Dan zal iemand de liefde van Allah subhanahu wa ta'ala ontvangen. Dan zal Allah van hem houden. Dat is waar het om draait. Zoals we hebben gezegd. Leysa sha'n en tuhib. Wa innama sha'n kulla sha'n en tuhab. Het gaat er niet om dat jij beweert. Dat iemand beweert dat hij houdt van iemand. Kijk, wat belangrijker is. Is, wordt er van hem gehouden? En als Allah subhanahu wa ta'ala van iemand houdt, yaghfir lahu dhanbahu, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Idan als eerste al-mahabba, dat wij
zo'n daad verrichten voor Allah subhanahu wa ta'ala met liefde voor Allah jalla wa ala. En liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala houdt in dat wij die daden, dat wij houden van datgene waar Allah subhanahu wa ta'ala van houdt. En een afkeer hebben van datgene waar Allah subhanahu wa ta'ala een afkeer van heeft. Hoe sterker deze liefde voor Allah jalla wa ala zal zijn, of hoe sterker deze liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala is, des te sterker de hoop zal zijn. Hoe meer liefde er voor Allah jalla wa ala is, hoe sterker de hoop zal zijn op zijn beloning. En op datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft voorbereid voor zijn dienaren. En een raja, hoop hebben op de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala, dat moet gepaard gaan met het verrichten van daden. Dat is werkelijke hoop, of correcte hoop. Hoop die gepaard gaat met vrees en met daden. Daarom zegt Allah in de Koran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Diegene die hoopt op de ontmoeting met Allah subhanahu wa ta'ala. Hij hoopt op zijn beloning. Wat moet hij doen? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Die dient goede daden te verrichten. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. En hij dient in zijn aanbidding voor Allah jalla wa ala, dat hij hem geen enkel deelgenoot toe te kennen. Dat is correcte hoop. Wat betreft diegenen die hopen zonder niks te doen, dat is geen correcte hoop. Dat is geen correcte hoop. Als je hoopt op de beloning van Allah jalla wa ala en op zijn genade en zijn vergeving, dan dien je goede daden te verrichten. Een gelovige dient altijd hoopvol te zijn. Wanhoop is verboden. Allah subhanahu wa ta'ala heeft wanhoop verboden. En de gelovige is altijd hoopvol. Zelfs de zondaar. Daarom Allah jalla wa ala nodigt ook de zondaren uit. Hij nodigt ze uit. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. In dit vers zegt Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Zeg tegen mijn dienaren die buitensporig zijn geweest tegen hunzelf. Die zondig zijn geweest tegen hunzelf. La taqnatu min rahmatillah. Wees niet wanhopig aan de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Gelovig is altijd hoopvol. Hij hoopt op de barmhartigheid van Allah. En hij hoopt op zijn genade. En als iemand hoop heeft, dan zal hij ook berouw tonen. Als hij weet dat Allah jalla wa ala zijn tauba aanvaardt, en hij aanvaardt de tauba, dan zal hij hoop hebben op de vergeving van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan is de kans ook groot dat hij berouw gaat tonen. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah jalla wa ala vergeeft alle zonden. Voor wie? Voor degene die berouw getoond heeft. Wat betreft degene die geen berouw getoond heeft, voor hij worden niet alle zonden vergeven. Want de shirk wordt niet vergeven als iemand daarop sterft. Een shirk wordt niet vergeven. Maar als iemand daar de tauba voor verricht, dan wordt hij vergeven. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Alle zonden. Voor wie? لِمَنْ تَاب. Daarom nodigt Allah jalla wa ala de mensen uit om het tauba te verrichten. En de gelovige heeft hoop op de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. En die moet altijd aanwezig zijn. En hij moet altijd een goede vermoeden hebben bij Allah jalla wa ala. حُسْنُ الظَّنْ بِاللَّهِ subhanahu wa ta'ala. Daarom zegt ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam in hadith, La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. In Sahih Muslim. De profeet zegt, laat iemand van jullie niet sterven. Alhamdulillah. Je moet niet het leven verlaten terwijl je een slecht vermoeden hebt. Terwijl je gaat denken dat Allah subhanahu wa ta'ala jou misschien niet vergeeft. Of jou niet vergeeft. La. Blijf altijd hoopvol. Daarom zeggen de geleerden ook, als iemand aan het einde van zijn leven is of op zijn sterfbed ligt, dan moet zijn hoop sterker zijn dan zijn vrees. Want op dat moment kan hij niks meer doen.
kan geen daden meer verrichten. Ja, met Toba en dergelijke. Maar kan geen werken meer doen. Iedereen zijn hoop moet dan sterker zijn. Hij moet husnul dhan billah jalla wa ala hebben. Hij moet hopen dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn Toba aanvaardt en accepteert. Hij hoopt op zijn genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala is vergevensgezind. Genadevol, subhanahu wa ta'ala. Daarom dient de gelovige altijd husnul dhan te hebben. Wat hij ook heeft gedaan. Als hij Toba verricht, dan hoopt hij op de genade van Allah en op zijn vergeving. En als die Toba oprecht is, dan zal Allah jalla wa ala deze Toba accepteren. Allah subhanahu wa ta'ala, die accepteert berouw. Ook al heeft die persoon gedaan wat hij maar gedaan heeft. Hij mag niet wanhopig zijn. Want wanhoop, dat zal leiden tot het verlaten van de Toba. Dat is ook een van de listen van de duivel. De duivel wanneer iemand zondig is geworden, wanneer iemand zondig is geweest en zonde heeft begaan, dan zegt de duivel tegen hem, er is geen weg meer terug voor jou. Wat je allemaal verricht hebt, je zal toch niet vergeven worden. En dan gaat zo'n persoon verder. En voordat hij een zonde begaat, zegt de duivel tegen hem, er is hoop. Je kan deze zonde begaan en vervolgens doe je toba en je bent nog jong. Allah subhanahu wa ta'ala is vergevensgezind. Allah jalla wa ala is ghafoor, is rahim, genadevol. Doe niet moeilijk. Dan verleidt hij hem, waardoor zo'n persoon in de zonde vervalt. Als hij de zonde heeft gedaan, dan zegt hij tegen hem, je hebt een zonde begaan. Wat je gedaan hebt, er is geen weg meer terug voor jou. Er is geen berouw voor jou. Yani, zodat zo'n persoon verder gaat. Daarom sommige onwetenden, die zeggen dat over hunzelf. Die zeggen van, ik ben een persoon, en die voor mij is het volgens mij voorbij. Ik heb heel veel zonde, ik doe zus en zo. Als ik nu ga bidden, als ik nu ga stoppen, dan lijkt het alsof ik hypocriet ben. Want ik heb ook nog eens andere dingen die ik doe. Dat zijn allemaal, yani waswas al-shaytan. Al-mu'min is altijd hoopvol. Hij heeft altijd raja. Hij hoopt altijd op de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah jalla wa ala is genadevol. En Allah subhanahu wa ta'ala is alrijk. Jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala, als iedereen hem zou vragen, zou hij ze allemaal geven. En dat vermindert niks van zijn rijkdom, van zijn bezit. Subhanahu wa ta'ala. En Allah jalla wa ala zat ook in hadith al-Qudsi. Ya ibadi, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يا ابن آدم لو أتيتك بقراب الأرض خطايا أو زون فان آدم als zou je mij ontmoeten met een wereld vol aan zonde, vervolgens heb je geen deelgenoot toegekend aan mij, geen shirk begaan, dan zal ik jou tegemoet komen met een wereld vol aan vergeving. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني غفرت لك ولا أبالي. Allah zegt van, al zouden jouw zonden zoveel zijn dat ze de hemelen zouden reiken, vervolgens ontmoet jij mij op die manier en in die situatie, lijkt je hebt geen afgoderij gepleegd, لأتيتك غفرت لك ولا أبالي, dat zal ik jou vergeven zonder bezwaar. Zonder geen enkel bezwaar. Dat zorgt ervoor dat iemand hoop heeft. Als bijvoorbeeld zelf zo'n persoon vergeven wordt door Allah subhanahu wa ta'ala met die voorwaarden, dan zal iemand anders die minder heeft hoopvol moeten zijn. Dan is wanhoop yani niet nodig. Vandaar dat wanhoop ook verboden is in de islam. Dat het een eigenschap is van de kuffar. Al-qunut min rahmatillah. Dat is iets. Dat zijn eigenschappen van el-kuffar, die wanhoop hebben. Vandaar dat je ze ook ziet dat ze zelfmoord plegen. Ze hebben zoveel dingen. Lijken dat ze geen hoop meer hebben. Ze zien het niet meer zitten. Dan zie je ze dat ze zelfmoord plegen. Lijken een gelovige heeft altijd hoop. In wat voor situatie hij zich ook bevindt, hij heeft altijd hoop. En hij is geduldig. En hij is ook dankbaar. Iden ar-raja is een rokken bij ieder ibadah. Al-mahabba. والرجاء والخوف فريس فور الله سبحانه وتعالى فريس فور زين بستراف لكن ديت فريس ديز فريس ديز موت نيت
moet niet iemand wanhopig laten worden. Gezonde vrees en geprezen vrees, dat is die vrees die een persoon heeft waardoor hij wegblijft van de verboden zaken. Zoals de imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala heeft gezegd over zijn sheikh, sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Qayyim, hij zei, سمعت شيخ الإسلام بن تيمية يقول الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. ابن القيم هاي زغت إكاب ابن تيمية هو رزخة دات دخ بريز فريس دخ زون دخ فريس دات إز دي فريس دي وخ هاوت باي دي زاك دي الله سبحانه وتعالى فربودن هيفت باي دي فربودن دي وخ هاوت فان دخ رزة فان الله سبحانه وتعالى. En als iemand tekort schiet in zijn vrees, of een zwakke vrees, de oorzaak daarvan is weinig kennis. Want hoe meer kennis iemand heeft van Allah subhanahu wa ta'ala, hoe meer vrees hij zal hebben. Vandaar dat de meest godsvrezende, dat zijn de geleerden. Zoals Allah in de Koran ook zegt, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Al-ulama al-amilin. Diegene die het meest vrees hebben voor Allah Jalla wa Ala, dat zijn de geleerden. En hoe meer vrees iemand heeft, of hoe meer kennis iemand heeft, hoe meer vrees hij zal hebben. Daarom hebben de geleerden ook gezegd, iemand van de salaf, hij zei, men kana billahi a'raf, kana lahu akhwaf. Men kana billahi a'raf, kana lahu akhwaf. Hij zei, hoe meer iemand kennis heeft van Allah subhanahu wa ta'ala, hoe meer vrees hij zal hebben. En hoe minder kennis, des te minder ook zijn vrees zal zijn. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam over zichzelf zegt, hij zegt, inni a'lamukum billah wa ashaddukum lahu khashya. De profeet die zegt in hadith sahih al-Bukhari, inni a'lamukum billah. Hij zegt, ik ben degene die het meest kennis heeft onder jullie van Allah subhanahu wa ta'ala. Wie heeft de meeste kennis van Allah? De profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij zegt, وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً. En ik ben degene die het meest godsvrezend is van jullie. Want hoe meer godsvrees, of hoe meer kennis, hoe meer godsvrees. Vandaar de geleerden, dat zijn degene die het meest Allah subhanahu wa ta'ala vrezen. Vandaar iemand van de salaf, hij zei ook, Asma Abdullah ibn Mas'ud, hij zei, إِنَّمَا الْعِلْمُ خَشْيَةً. إِنَّمَا الْعِلْمُ خَشْيَةً. En die werkelijke kennis is godsvrees. Godsvrees. Want kennis moet voor godsvrees zorgen. Als er geen godsvrees is, dan is die kennis die iemand heeft, is niet profijtvol. Dan is die kennis een bewijs tegen hem. Dan is die kennis, dan baat die kennis niet. Vandaar de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, die zei in het dua, Allahumma inni a'udu bika min ilmin la yanfa. De profeet zoekt toevlucht bij Allah jalla wa ala tegen kennis die niet baat. En de profeet die zei, Al-Quran hujjatun laka aw alayk. Al-Quran is een bewijs voor jou of tegen jou. Een bewijs voor jou als je ernaar handelt. Een bewijs tegen jou als je er niet naar handelt. Ook al bezit je deze Koran en heb je hem gememoriseerd. En het memoriseren van Al-Quran, dat heeft te maken met Al-Qudra. De capaciteit van een persoon. Een persoon kan Al-Quran memoriseren, lakin het is een bewijs tegen hem. Het baat hem niet. Als hij er niet naar handelt. Als deze Koran voor hem geen leiding is. Want dat is het doel van de Koran. Allah Jalla wa Ala heeft deze Koran geopenbaard als leiding. Om daarna te handelen. In Surat al-Baqara zegt Allah Jalla wa Ala, Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fih. Hudan lil muttaqin. Dit boek is een leiding voor de muttaqoon. Voor de godsvrezende. Inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. De Koran yahdi, hij leidt. En in ayat al-Siyam zegt Allah Jalla wa Ala ook over de Koran. Hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. De Koran is kitabu hidayah. Als iemand de Koran leest en memoriseert, ook al kent hij de letters van de Koran uit zijn hoofd of uit het hart, maar hij handelt er niet naar. En de daden die hij verricht zijn niet in overeenkomstig met de Koran, dan heeft hij niets daaraan. Dan is de Koran een bewijs tegen hem en niet een bewijs voor hem. Vandaar de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hij praktiseerde de Koran in zijn leven.
Toen Aisha werd gevraagd over al khuluq van de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, zei zij, kana khuluquhu al-Qur'an. Zijn eigenschappen, zijn karakter was zoals de Koran. Yani hij bracht de Koran in praktijk. Hij praktiseerde de Koran. Dat is de bedoeling van de Koran. Dat is ook de bedoeling van kennis. Iemand mag zoveel kennis verzamelen. En hij mag zoveel kennis hebben en hifd hebben. Lekker als deze kennis hem niet leidt naar godsvrees. Dan is deze kennis niet profijtvol voor hem. Dan is iemand met weinig kennis. Lekker met godsvrees. En hij handelt naar zijn kennis, is dan beter dan zo'n persoon. Het gaat er niet om dat iemand zoveel kennis heeft. Het gaat er om wat is zijn positie bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is waar het om gaat. Handelt hij daarnaar of niet? Iemand kan weinig kennis hebben, lekker daarna handelen. Is beter dan iemand die heel veel kennis heeft. Lekker er niet naar handelt. Geen godsvrees heeft. Iden, el ghoof is een belangrijke fundament in ieder ibadah. Elke ibadah moet gebaseerd zijn op deze drie zaken. Al-mahabba, lillah en al-raja' ma'inda Allah en al-khawf. Al-khawf. Al-khawf min iqabillahi tabaraka wa ta'ala. En al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, die heeft een hele mooie uitspraak over dit onderwerp. Over arkan al-ibada. Ibn al-Qayyim rahimahullah, hij zegt, al-qalbu في سيره إلى الله جل وعلا بمنزلة الطائر. هذا خط هارت. خط هارت. دي. onderweg is naar zijn Heer. is zoals een vogel. يعني een persoon is zoals een vogel. بمنزلة الطائر. خط هارت. هذا فالمحبة رأسه. er moet المحبة in het hart zijn. المحبة لله جل وعلا. المحبة لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولرسوله. Deze mahabba moet aanwezig zijn in het hart, zoals een hoofd van een, of een kop van een vogel. Yani een vogel zonder kop, die vliegt niet. Een vogel zonder kop, die komt nergens. In een mahabba is zoals de positie van een kop van een vogel. Hij zegt, بِمَنْزِلَةِ الطَّائِرِ فَالْمَحَبَّةُ رَأْسُهُ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ جَنَاحَاهُ. Hij zegt, el khawf en el raja zijn zoals die vleugels van die vogel. Een vogel zonder vleugels, kan die vliegen? Ja. Komt die ergens? Hij komt nergens. En als iemand op zijn weg naar Allah subhanahu wa ta'ala, hij wil aankomen, uhibbu liqa Allah, dan moet hij zijn zoals een vogel. Dan moet zijn hart zijn zoals een vogel. En een vogel die een hoofd, die een kop heeft en die ook twee vleugels heeft, waar die uiteindelijk zal aankomen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt, rahimahullah, fal mahabbatu ra'suhu. Allahu akbar. We gaan het inshallah afronden. Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, die zei, fal mahabbatu ra'suhu, wal khawfu wal raja janahah. Famata salima ra'su wal janahan, fattairu jayyid attayaran. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, maakte vergelijking tussen het hart en een vogel. Als zolang het hoofd, de kop van de vogel, gezond is, dan zal het, de kop van de vogel gezond is en zijn vleugels aanwezig zijn, dan zal hij goed kunnen vliegen. ومتى قطع الرأس مات الطائر. Hij zei, wanneer de hoofd of de kop ervan af wordt gehaald, dan zal deze vogel doodgaan. Zo ook met het hart. Yani als er geen liefde is voor Allah Jalla wa Ala, zal dit hart sterven. En we zeiden, een liefde is asluddin. Asluddin. وَمَتَا فُقِدَ الْجَنَاحَانِ فَهُوَ عُرْضَةٌ لِكُلِّ صَائِدٍ وَكَاسِرٍ. En wanneer hij zijn vleugels verliest, een vogel, dan zal hij een prooi zijn voor iedereen. Hij zal makkelijk te vangen zijn. En hij zal kunnen storten. Dus als bijvoorbeeld iemand zijn vrees zwak is, is die makkelijk prooi voor de duivel, voor zijn shahawat. Kedalik als zijn raja, zijn hoop, zwak is, is die makkelijk te vangen, is de makkelijke prooi. Totdat Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, hij zei, akmalul ahwal al-i'tidalu wal-raja'u wal-khawf wa ghalabatul hub, fal-mahabba hiya al-markab
والرجاء حاد والخوف سائق والله الموصل بمنه وكرمه. أن شاء الله لا تهباي والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. Nou, het gebed kan Saïd gelijk starten. Fiqh doen we dan volgende week.